Ja, voor wie niet oplette, was het zo weg, maar een paar uur. Voor de lang verwachte coronapersconferentie deze dinsdag kwamen opnieuw twee belangrijke rapporten naar buiten over de zwarte lijsten die circuleerden bij de Belastingdienst. Ondertussen worstelt de Tweede Kamer met verharding van het debat in haar eigen huis. Hoe ondermijnt dat het vertrouwen in de instituties? En hoe moet de Kamer daarop reageren? Hier aan tafel om daarover te praten, twee zeer ervaren parlementariërs. Liam Marijnissen, leider van de SP. En Pieter Omtzigt, onafhankelijk Kamerlid. Beide welkom. Mevrouw Marijnissen, om met u te beginnen. Ik zei het net, hè, twee explosieve rapporten over de Belastingdienst komen uit. Een paar uur voordat er een grote persconferentie is over de coronaversoepelingen. Is dat toeval? Ja, ja, u stelt de vraag, maar u weet het antwoord denk ik ook wel. Ik vraag het toch aan u. Ja, nee, snap ik. Ja, kijk, met zekerheid weet je het antwoord natuurlijk nooit. Maar wij hebben dit intussen zo vaak meegemaakt dat je met behoorlijke mate van zekerheid kunt zeggen dat het inderdaad geen toeval is. Dat het een patroon is, want het gebeurt steeds. En het is niet alleen dit, het gaat over de timing van een rapport. Maar het gaat natuurlijk überhaupt over het onder de pet houden van rapporten nog langer dan nodig. Niet adequaat en eerlijk antwoord geven op Kamervragen. Het is natuurlijk een veel breder patroon waarbij eigenlijk ja, de waarheid meer een optie is en de leugen pas een probleem is als die uitkomt. Waarbij ja, dit kabinet, wat natuurlijk gewoon een doorstart is van het vorige kabinet, op dezelfde voet voortgaat als ze bezig was. Meneer Omtzigt, toeval? Nee, wij hadden gevraagd om dat rapport direct naar de Kamer te krijgen. De definitieve, de eerste versie van het rapport is op 13 december aan het kabinet gestuurd. Dus het woord direct is daar erg opgerekt. De staatssecretaris ontkent hè, dat het uitgesteld is. Ja, sorry, de vorige staatssecretaris die heeft al vaker gejokt in de Kamer over rapporten die hij wel had, maar die hij dan niet gelezen had. Dat is Hans Velbrief. Ja. En daar zijn ook mijn eerste Kamervragen over gegaan. Maar het probleem is, we hebben het nu weer over de timing van het rapport. Mm-hmm. Terwijl juist de inhoud zo belangrijk is. Daar komen we zeker over te spreken. Maar ik wil het ook hebben over die timing. Omdat er veel te doen was over een nieuwe bestuurscultuur. En u zegt net zelf, het is niet direct naar buiten gekomen. Nee. Dus wat betekent dat voor die nieuwe bestuurscultuur? Het gaat nog heel moeizaam met de nieuwe bestuurscultuur. Ja. Wie bepaalt dat eigenlijk? Op welk moment een rapport naar de Kamer wordt gestuurd? Als het goed is, minister zelf of de ministerraad. Dit stond op de ministerraad in de rondvraagstukken en rondvraagpunt. Het stond niet op de agenda van de ministerraad? Nee, het was later aangemeld. Onder andere een van de was dat, CO Politie. En het andere punt was de uitzending van Boos over de Voice of Holland. In die categorie werd, werd dit rapport genoemd. Wat zegt u dan? Dat zegt mij dat de regering de zwaarte van wat er mis is gegaan in de rechtsstaat nog niet volledig onderkent. Laten we daar even over hebben, wat er precies gebeurd is. Burgers die belasting deden, want dit ging over inkomstenbelasting, bleken op zwarte lijsten te hebben gestaan omdat ze een frauderisico zouden zijn. En om op zo'n zwarte lijst te komen, dat kon komen door afkomst of uiterlijk. Choqueert het u nog? Ja, het is bijna triest om te zeggen, maar niet echt. Ook omdat dit natuurlijk eigenlijk al wel bekend was. Ik bedoel, we wisten dit al. Is dat zo? Wisten we dit al? Dat het ook om de inkomstenbelasting ging? Ja, en ik kan u voorspellen, er gaat nog veel meer komen. Want dat horen wij ook gewoon van mensen. Ja. Dus dat is echt niet heel erg ingewikkeld. Als je met mensen spreekt, dan hoor je dit. Als je mensen bij elkaar brengt, dan zie je, goh, dat zijn wel heel veel mensen met een kleur. Ja, dus dat, in die zin verrast het niet, maar het choqueert natuurlijk eigenlijk toch weer wel dat het zover heeft kunnen komen, dat het nog steeds zover komt. En het allerergste, laten we het wel over de mensen hebben, is dat het nog steeds voor de meeste mensen natuurlijk nog steeds niet is opgelost. Dus wij praten weer over rapporten, weer opnieuw in de media, weer is iedereen gechoqueerd. Maar mensen zitten nog steeds in de diepe ellende en dat vind ik het allerergste. Ja. En u? Was u gechoqueerd? Een aantal punten choqueerden mij nog wel. De gegevens waren gedeeld met zorgverzekeraars, met private partijen. En het waren dus signalen die binnenkwamen bij de Belastingdienst. En het waren totaal gemengde signalen. Om u een voorbeeld te geven, er waren meer dan 10.000 signalen. Dat waren gemeentes die bij de Belastingdienst opvroegen hoe de inkomstensituatie van iemand was. Dat is heel logisch dat ze dat vragen als iemand een bijstandsuitkering aanvraagt. Er is helemaal niks mis mee. Maar daarmee ga je niet iemand als mogelijke fraudeur aanmelden. Die gegevens werden niet onderzocht of het klopte. En werden aan anderen meegedeeld dat je fraudeur was. En dan, ja, dan krijg je dus rechtsgevolgen, zoals dat je niet in de schuldhulpsanering mag. En dan heb je dus geen enkel inkomen. Dan wordt de beslag gelegd op je hele leven. Op basis van een vermoeden, hè? Ja, dus op basis van een bewijs. En dat
En dat maakt mensen helemaal kapot, want je hebt helemaal geen geld meer. Dat kan jarenlang duren. Mm-hmm. En dit blijkt nu eens gedeeld te zijn met de politie, met het OM, met gemeentes, met het UWV. Nou, de lijst was illegaal. Daarmee is het delen ook illegaal. En daarmee is het verwerken bij het UWV en de Belastingdienst, maar ook bij de zorgverzekeraars en private partijen, ook illegaal. En als het goed is, hebben al die partijen de afgelopen 72 uur een melding gedaan. Zo niet, dan hebben ze ook nog een keer de wet overtreden dat ze dit niet mochten verwerken, want ze zijn gewoon in overtreding van de wet. Ja. Maar de gevolgen zijn het ergst. Ik bedoel, Renske Leijten van de SP is hier al 3 jaar geleden mee begonnen. Ja. En het eerste wat we dan doen is het extern laten onderzoeken. Mm-hmm. Dacht je dat ze bij de Belastingdienst zelf niet weten wat ze gedaan hadden. Ja. En dat we daar nog 3 jaar over moeten doen. En nu moeten gaan vechten om te kijken of die mensen kunnen gaan helpen. Nou, die worden elke dag lastig gezeten. Ja, als het bijvoorbeeld gaat over dat opzet grove schuld. Dat is het stempeltje wat mensen dus kregen, waardoor eigenlijk alles verder werd afgesloten. Daarvan weten we dat dat breder is dan alleen bij Belastingdienst toeslagen. Vanaf augustus 2019 zijn wij inderdaad al aan het vragen van, kan dat onderzocht worden? Mm-hmm. We weten dat dat zo is. Dat is nog steeds niet gebeurd. Waarschijnlijk in april gaat dat pas gebeuren. Nee. Dus we weten nu dat er nog heel veel mensen niet in beeld zijn. Nee. En we hebben gezien hoe groot de gevolgen kunnen zijn. Dat levens gewoon compleet verwoest worden. Ik wilde daar inderdaad even met jullie over hebben. Want staatssecretaris Van Rij werd hier natuurlijk naar gevraagd, hè, naar die rapporten. En toen zei hij het volgende tegen Nieuwsuur. Ik lees het even voor. In uw brief vat u het ook zo samen. De onderzoekers hebben communicatie gezien bij de Belastingdienst, waarbij het risico op fraude werd gebaseerd op persoonskenmerken zoals nationaliteit en uiterlijk voorkomen. Ja. Dat is toch niet racistisch handelen? Kan niet, nee. Dat is iets wat onacceptabel is. Dat is in strijd met de grondwet. Ja, dat is toch racisme? Ja, kijk, ik kan nu wel heel hard gaan zeggen dat het racisme is, maar daar wacht ik ook de nadere onderzoeken weer voor af. Mevrouw Marijnissen, zegt u het maar. Is het racisme? Ja, het is stuitend, toch? Ik bedoel, dat er sprake is van discriminerende risicoprofielen, nou, dat wordt nu onderkend. Dat er sprake was van discriminatie en racisme, dat zagen wij al lang. Daar hoef je maar gewoon je eigen ogen voor te openen. Dan kon je dat al zien. Maar het is een, denk ik, een voorbeeld van dat er elke keer toch weer wordt gebagatelliseerd, dat het kleiner wordt gemaakt, dat er weg wordt gekeken. In plaats van dat je toch de houding zou verwachten, als er iets zo fundamenteel, zo grof is misgegaan, dat je toch zegt van dit gaan we tot op de bodem uitzoeken. Alles moet op tafel. En het akelige eraan is dat juist precies het tegenovergestelde gebeurt. Dus rapporten komen te laat, het wordt niet tot de bodem uitgezocht, het wordt alsnog gebagatelliseerd en mensen hebben nog steeds geen oplossing. Hij heeft 6 weken op dat rapport gezeten in het ministerie. Hij had gewoon kunnen vragen, geef me even de mails waarin het stond. Mm-hmm. De enige mail die we vorige keer kregen, toen spraken ze over een nest Antillianen. Nou, hoe racistisch wil je hem hebben? Mm-hmm. Dus dat was wel heel, heel, heel ver over welke rand dan ook. Mm-hmm. En het andere wat hij zei was wel interessant. Ja. Dit zijn de ministers die 2 weken geleden de eed op de grondwet afgelegd hebben. En hij zegt dat ze de grondwet overtreden hebben. Dus 2 weken na het afleggen van de eed zeggen ze, we hebben de grondwet overtreden. Dat is heel ernstig in een rechtsstaat. En deze regering is sowieso best wel makkelijk met grondrechten van mensen. Er staan mooie woorden over de democratische rechtsstaat in het coalitieakkoord. Maar de grondrechten, mag ik ergens naartoe? Mag ik mijn winkel openhouden? Moet ik een QR-code ergens voor hebben? Nou, dat wordt gewoon op een achternamiddag veranderd. Dus er moet veel, veel meer respect zijn voor die rechtsstaat. Maar is het en racisme? Zoals de verslaggever ik vermoed het wel, ja. Maar dat is toch heel makkelijk na te gaan. Mm-hmm. Je kan toch gewoon mailtjes openbaar maken en even de namen van de ambtenaren weglakken. En dan kunnen wij met z'n allen zien wat er staat. Waarom vinden we het zo ingewikkeld om dat toe te geven, denkt u? Bij we bedoel ik het kabinet en onze overheid. Ik denk dat we zullen moeten toegeven dat er mogelijk strafbare feiten gepleegd zijn. Denkt u dat ook? Dat. En tegelijkertijd denk ik dat het ook belangrijk is om te benadrukken dat het ook nog helaas, erg genoeg zou ik bijna willen zeggen, naast dat discriminerende risicoprofielen en dat racisme nog breder was. Want er waren natuurlijk gewoon selecties die specifiek de mensen met de laagste inkomens het hardste pakten. Want die mensen hebben de meeste toeslagen nodig. Dus daar valt navenant het meeste te halen. Als je een target wil halen, dan pak je die mensen als eerste. En dat is natuurlijk een onderscheid wat gewoon zo gruwelijk is. Dat zijn mensen die hard werken, anders krijg je die toeslagen niet, die de overheid nodig hebben voor een steuntje in de rug. En uitgerekend die mensen, die worden het hardste gepakt. U zei net een aantal keer, hè, van de grondwet is geschonden. Wat voor gevolg zou dat dan moeten hebben?
Dat weet ik nog niet. Nee. Maar ten eerste ben ik er heel lang voorstander van dat je een grondwettelijk hof hebt. Zodat je je grondrechten ook kunt afdwingen. Maar ja, een regering die zich niet aan die zegt, wij hebben ons niet aan de grondwet gehouden, en die dat bij de rondvraag van de ministerraad afdoet, dan denk ik van jongens, dit is de kern. Het is de kern waarop je gezworen hebt als je ziet dat het niet gebeurd is. En het is het vorige kabinet, dus ik snap even dat ik heb het niet over onmiddellijke politieke consequenties. Ik heb het eraan dat het heel ernstig is. En het is heel ernstig. Ze konden maar 18 mailboxen onderzoeken. En de onderzoekers zeiden, we hebben er nog 120 gevonden. En dat na 2 jaar onderzoek. Er is uitgewisseld met het Openbaar Ministerie en met het Ministerie van Justitie. We hebben geen idee waar het Ministerie van Justitie persoonsgegevens voor nodig zou hebben. We hebben het gevoel dat er heel veel gevonden is de afgelopen 2 jaar, na 2 jaar onderzoek, wat ze gewoon niet hebben durven melden. Ja. En dit wordt weer trekken, duwen, net zoals ik met Pieter Klein, Jan Klein Nijenhuis, Eva González Perez, Renske Leijten, dat we na 2 jaar aan het trekken geweest zijn. En het lijkt erop dat er geen wil is bij de regering om te begrijpen wat er misgegaan is. En dat nadat ze met die ouders gesproken hebben, we wachten nog steeds op een fatsoenlijk onderzoek naar die uit huis geplaatste kinderen. Nog steeds. En wie gaan ze het onderzoek laten doen? De inspectie jeugd en de inspectie justitie en veiligheid. En dat zijn precies de 2 inspecties die 15 jaar lang niet ingegrepen hebben. Ja, en die moeten gaan onderzoeken of ze iets fout gedaan hebben. Ja. Kom op, zeg. En tegelijkertijd, dit gaat ook over, want we hebben de toeslagenaffaire. En er werd vaak gezegd, het gaat over toeslagen, is gewoon niet de kern van het werk van de Belastingdienst. Dat is namelijk belastinginnen. Deze rapporten gaan over belastinginnen. Deze gaan exclusief over de Belastingdienst. En er komen er nog 2 aan over de Belastingdienst. Het hele idee dat het begonnen is in 2013 na de Bulgarenfraude is onzin, want het is jaren eerder begonnen. Het is al in 2009, 2010 begonnen. Het zit in de hele Belastingdienst niet in toeslagen. En er wordt maar zeer mondjesmaat openheid gegeven over wat er gebeurd is. En dat is. En wat doet dat met het vertrouwen van de mensen die hier slachtoffer van zijn geworden? Als ze deze rapporten, als ze dit dan weer horen, wat doet dat met het vertrouwen van mensen in de Belastingdienst? Nou, gisteren sprak ik nog een moeder en die zegt dan, ja, ik geef de hoop op. Dat vind ik wel heel erg. Ik bedoel, je zit in de ellende, mensen zijn aan het vechten om hun recht te halen. Ja, als je dan hoort, ik heb eigenlijk geen hoop meer, geen hoop op dat dit ooit nog, dat dit onrecht nog op de een of andere manier hersteld kan worden. En vooral ook omdat veel van die ouders zeggen, ja, er moet fundamenteel iets veranderen. Vooral niet eens zozeer voor mij, want mijn leven is al kapot. Dat is van mijn kinderen. Helaas, de jeugd in ieder geval grotendeels ook. Maar opdat dit nooit meer mag gebeuren. Daarom moeten de lessen getrokken worden. Daarom moeten de dingen fundamenteel veranderen. En dat vind ik heel kwalijk. Dat die fundamentele verandering uitblijft. Dat alles, ook door het kabinet Rutte 4, wordt afgedaan als, ja, als er dingen misgaan, dan zijn dat dingen die in de uitvoering zijn misgegaan. Dat zijn dingen die in het proces zijn misgegaan. Nee. Niet het fundamentele debat voeren over de rechtsstaat, over de borging van de rechtsstaat. Maar ook over natuurlijk de gedachte achter bijvoorbeeld toeslagen, wat in zichzelf een neoliberaal project is. Ik bedoel, waarom hebben werkende mensen in Nederland zo'n laag inkomen dat ze überhaupt toeslagen nodig hebben om rond te kunnen komen? En al dat soort fundamentele debatten, die worden terzijde geschoven. Je ziet daarnaast, denk ik, dat het politieke midden steeds meer op elkaar is gaan lijken, waardoor er ook weinig ruimte is voor een alternatief. Mensen zijn de zeggenschap verloren door het vermarkten van dat wat van ons allemaal is. En je ziet dus ook dat er nu een kabinet aan de start verschijnt, wat echt een historisch laag vertrouwen heeft. Ja, over dat vertrouwen, daar wilde ik inderdaad ook met u verder over praten. Want we zitten hier ook om verder te praten over de rol van de Tweede Kamer. Deze week bleek uit onderzoek van 1Vandaag... dat heel veel mensen het vertrouwen in die Tweede Kamer aan het verliezen zijn door de toon van het debat. Het schaadt het vertrouwen in het instituut. Als u zoiets hoort, voelt u zich dan aangesproken, meneer Omtzigt? Ik voel me als parlementariër aangesproken dat op dit moment de Tweede Kamer niet optimaal functioneert. Ik denk dat wij veel te veel tijd en energie kwijt zijn aan debatten van de dag. Veel te weinig energie besteden aan het controleren van de wetten die voorliggen bij de Kamer. Dus wat wij op dit moment bijvoorbeeld zien is dat we heel vaak wetten als hamerstuk aannemen zonder debat. En het dan een debat hebben over iets dat in de krant gestaan heeft. En ik zou dat graag willen omdraaien. Ja. Heb dat op 1 of 2 keer ook gedaan. Hè, toen er een nieuw kiesbiljet kwam waar geen namen meer op stonden. Nou, dan ben je helemaal een slaaf van je partij, zeg ik maar. Toen heb ik hem laten onthameren en toen keek iedereen, oh, is dit een wet? Ik zei, ja, als we zo doorgaan, dan
wordt dit het kiesbiljet? Mm-hmm. Volgende week heb ik dat gedaan over de verlenging van de coronawet. Die moet elke 3 maanden verlengd worden. Dus we praten elke dag, als er een persconferentie geweest is, praten we de dag erop over de persconferentie. Kunnen we als Kamer niks veranderen? Of dan denkt iemand, dan gaan we het nog een half uurtje anders doen met de avondklok. Mm-hmm. Maar de fundamentele vraag is, hebben we zo'n wet nodig? Mm-hmm. Worden de grondrechten geborgd op de wijze waarop de regering ermee omgaat? En dan blijkt er bijvoorbeeld in één keer een ministeriële regeling. Dat had helemaal niet met een ministeriële regeling moeten gebeuren, maar met een wet die wij hadden moeten goedkeuren. Ervoor te zorgen dat vanaf volgende week een herstelbewijziging 360 naar 180 dagen geldig is. Dat je vaccinaties niet meer oneindig geldig zijn, maar nog maar 9 maanden. Mm-hmm. En dat werd nou niet bepaald netjes voorgelegd. Daar moeten we het over hebben. Zijn dat de juiste besluiten? En minder over, nou ja. Het debat zelf. Ja, uw Kamer stelde een werkgroep in, hè, onder leiding van Kees van der Staaij. Dat kwam eind vorig jaar uit, het rapport daarover. Daar stond inderdaad dat het aantal plenaire debatten over wetgeving sinds 2011 is gehalveerd. Ja. Had het, we hadden het net over de Belastingdienst, had betere wetgeving geholpen? Ja. Waarom? Betere wetgeving in combinatie met meer vrijheid voor Kamerleden om uit dat keurslijf van de coalitiedwang te komen. Ja, met name coalitiekamerleden. De coalitie, dan. Ja, nou, ik heb zelf gevoeld. Zit daar met eigen ervaring in? Daar zit zeer veel ervaring in. Ja, uiteindelijk wordt toch gedaan via maandagochtendoverleg, dit is het. En je mag toch nog een evaluatiebepaling aan toevoegen. Maar als er een fundamentele vraag is, klopt deze wetgeving, dan moet je daar met z'n allen over willen praten. Je moet daar rapporteurs over aanstellen van coalitie en oppositie. Mm-hmm. En dan, nou ja, dan had je een aantal dingen kunnen vermijden. Kunnen voorkomen. Deelt u de mening? Ja, en ik benoem dat ook niet om flauw te doen, helemaal niet zelfs. Maar wij hebben de ervaring dat wij ook als SP-fractie in ieder geval, op het moment dat wetten werden behandeld, wel degelijk dingen hebben gevraagd, hebben aangekaart. Ik noem maar wat, bijvoorbeeld de hele decentralisaties van de zorg, om maar eens wat te noemen. Nou ja, dat is echt, kan ik gerust eerlijk zeggen, onze frustratie. Dat heel veel van die dingen die nu gruwelijk misgaan, daar hebben we allemaal voor gewaarschuwd. Er was geen enkel debat over mogelijk. En dat had alles mee te maken dat het gewoon binnen de coalitie was besproken, was afgesproken. Dat er in ieder geval, denk ik, bij de coalitiepartijen, de Kamerleden daarvan heel weinig ruimte was om echt nog dat fundamentele debat te voeren. En de Kamer daarmee gedegradeerd wordt tot een soort stempelmachine. En vervolgens blijkt er allerlei dingen mis te zijn en blijken er grotere problemen te zijn. En dan wordt er terecht natuurlijk gekeken naar de rol van de Kamer. Ja. Maar de Kamer is natuurlijk niet een nou, Kees van der Staaij die gaat daar eenheid ook op, daarin. Kees van der Staaij gaat daar ook op in en die zegt, je kunt van alles willen, er is van alles mogelijk in het verbeteren van de werkomgeving van de Kamer. Maar het begint ook bij het voeren van een goed debat. Dus er moeten ook regels voor het debat gaan gelden. Nou, bijvoorbeeld het instellen van minder moties. Ja, zou je daarvoor zijn? Nou, wij hebben bijvoorbeeld een ander voorstel gedaan. Nu is dat we, omdat nu Rutte 4 van start gaat, hebben wij als SP-fractie voorgesteld, laten we nu in ieder geval op elk terrein beginnen met een hoofdlijnendebat. Juist. Dus een hoofdlijnendebat waarbij we dan in ieder geval een poging doen om die fundamentelere discussie te voeren. Ja. En dat punt van die moties, ja, ook daar zit wel een andere kant aan. Want hoeveel moties hebben wij niet ingediend? Hij zegt 2. Ja, sorry, maar hoeveel moties hebben wij niet ingediend over toeslagenschandaal? Het voorbeeld van mezelf, ik heb zelf een motie ingediend, die heeft het gehaald over FSV, waar die rapporten ook over gingen, die zwarte lijsten, om het kabinet te dwingen om de mensen die dat zelf niet wisten, die op die lijst stonden, om die te informeren. Mm-hmm. Ja, ik zou denken, dat is toch logisch. Dat is een wettelijke plicht. Dat is helemaal niet logisch. Dat is een wettelijke plicht. Maar dan moet de Kamer een motie voor aannemen. Ja. Mm-hmm. Vervolgens wordt dat gedaan. Wordt er niet bij verteld aan die mensen waarom. Ja. Moest ik weer de motie indienen? Ja. Beste kabinet, wilt u misschien dan ook die mensen die op die zwarte lijst staan informeren over waarom? Dus nou ja, dan heb je weer een. Hoe kan het dan wel beter als we vaststellen dat het publiek ook naar de Kamerdebatten kijkt en denkt, wat gebeurt daar eigenlijk? En u vaststelt dat u niet toekomt aan echte debatten over wetgeving. Wat moet er dan wel gebeuren? Nou, dat probeer ik juist wel te doen. Ik ben zeker, ik vorige week echt een debat meegedaan. Ja. En bewust om deze week aan wetgevingsdebatten mee te doen. Nou ja, toezegging hebben we niet meer. Dit was typisch zo'n voorbeeld wat Liliane Marijnis hier zegt van als je een debat hebt met de regering, oké, heeft de wet overtreden, dat betekent, minister, dat u deze mensen moet informeren. Dat staat daar in de wet. En als de minister ja had gezegd, dan had hij dat moeten doen. Mm-hmm. En waar eindigt dat op? Dat je 3-4 keer een motie moet indienen. De normale gang dat er een vorm van dialoog is, is vaak weg in de Kamer. En dan eindig je, dan eindig je met heel veel moties met z'n allen.
Wat is dan uw conclusie over het functioneren van de Tweede Kamer? Als we niet goed, niet goed gedebatteerd wordt, maar nou, ook niet goed de wetten... Nou, die wetten moeten meer gecontroleerd worden. Daar probeer ik ook... Nou, ik heb dit jaar denk ik ongeveer 15 amendementen ingediend in mijn eentje. Dat zijn wijzigingsvoorstellen op een wet. Ja. En journalisten vragen vaak, wat voor moties heb je ingediend? Nee, mag ik even gekeken worden op hoe ik de wet anders had gewild? Ja. En beoordeel mij daarop. Ja. Hoe het beter moet. Ja, ik zou voorstander zijn van rapporteurs. En dat stelt ook de commissie van de Staaij voor. Dat 2 of 3 Kamerleden die wet ook zeer grondig doorlezen. Want je krijgt zoveel wetten, je kunt ze echt niet allemaal doorlezen. Ik heb als eenmansfractie grote moeite om alle wetten te volgen. Laat staan 4000 moties goed door te lezen. Op mijn Twitter-tijdlijn zie ik dat iedereen wat vindt van die moties. Nou, wilt u even bedenken dat ik per week over 200 tot 300 moties moet stemmen? Ik kan het niet bijhouden. Rapporteurs houdt in dat... Dat je een aantal Kamerleden ook wat extra staf geeft. Mm-hmm. Die kijken zo'n wet na, klopt die? Ja. Want een komma in een wet kan grote gevolgen hebben. Een kleine uitzondering, bij die toeslagen bijvoorbeeld. Had dat uitgemaakt? 10 jaar voor gevochten dat als de ene partner in het verpleeghuis komt en de ander werkt... dat er dan recht op kinderopvangtoeslag zou zijn. Ja. 10 jaar lang niet zo geweest. We hebben de voorbeelden aangekomen, mensen die verlamd waren. De vader is verlamd, zit in het verpleeghuis, de moeder werkt. Ja, zeiden ze, moeten maar een echtscheiding doen. En die mensen zeiden, we willen geen echtscheiding. We willen gewoon, die kinderen moeten opgevangen worden. Duidelijk, dus daar, daar gaan we... Maar die kleine dingen, dat zijn dingen die kun je veranderen in de wet... als die vrijheid en als die rust er ook is om te bespreken... Ja. Wat vinden we nou redelijk? Wat pak nou in individuele situaties? Daar moeten we helaas, vrees ik, een punt zetten. Want dat is waar we nu tijd voor hebben. Ontzettend bedankt dat jullie hier allebei waren. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet je dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.